En hier is de aftrap. Wat later dan beloofd was, wat later dan half negen. Lapke Boes. En daar is de kopbal. Hij zit er al in op. 1-0 van Johnny Rep. Een zeer verrassende manoeuvre. Ajax door Johnny Rep al na 5 minuten op 1-0. De bal in ontvangst nemen, doet dat en dat betekent dat de partij ten einde is. Ajax heeft gewonnen. Ajax heeft met 1-0 gewonnen en dat betekent dat de trilogie voltooid is. God, wat zijn we toch blij om elkaar weer te zien na al die tijd. Geweldig. Ja. Dat wij twee in dat jaar 73, ja. Het seizoen. Jij bent de grote ster daarin en ja. Ik was een flop. Hè, geblesseerd. Ja, jij was geblesseerd. Dus ik heb dat allemaal goed kunnen zien, Rep. Ja. Ik ga dat met je bespreken, maar kritisch, kritisch. Het is een unieke speler, John Rep. Dank je wel, Jan. Nou, eigenlijk... Ik heb me ook wel herinneren, me ook eerlijk gezegd, dat ik een beetje aan je heb geërgerd. Oh ja, waarschijnlijk wel. Jij was soms leu. Om op z'n Zaans te zijn. Een beetje leu. Leu, ja, dat is op z'n Zaans. En ik niet. In het spel was ik wel meer. Ik kan niet zeggen verantwoordelijk of zo, maar bij Johnny die kom ja, maar... op, loop even mee terug of zoiets. Weet je wel. Maar we schelden ook al een paar jaartjes, hè? Toen de tijd. Nou ja. Nee, ja, wel. Nee. Ik was 21, 22. Ja. Hij was al 27 of zo, ja. 28. Ja. Sjaak Zwart, die zei eens een keer van jou... Johnny Rep is een goudvink. Wat bedoelt hij daarmee? Nou ja, dat bedoelde Sjaak dus mee toen. Hè. We waren toen dus nog steeds een beetje in de concurrentiestrijd. En nou, ik maakte toen dus veel belangrijke calls. Dus zodoende zei hij dat ik een goudvinkie was af en toe. Met belangrijke wedstrijden. Maar ja, dat was natuurlijk een beetje... Gelukkig ook en natuurlijk ook dat ik wel een goede neus ervoor heb om dus doelpunten te maken. Ben je nog zo lui dan vroeger? Nou, ik weet niet of dat leuigheid was. Ik denk dat het meer een beetje... Leu? Een leu, ja, dat is echt saans, hè. Dat weet je. Ben je nog zo lui? Dat zeg ik weer, hè. Dat is saans, hè, leuig. Ja. Mijn huwelijksnacht was ik op stap. Terwijl zij daar lag, was ik op stap. Daar zat ik dan aan de bar, met mijn glas. Vol appelsap. Als document is het wel leuk. En je hoort toch niet vaak een voetballer uit zijn eigen werk declameren. Ken je het gedichtje nog? Tuurlijk. Ja, ik ook. Ja. Yeah. In mijn huwelijksnacht was ik op stap. Blanke Boes. En daar is de kopbal. Hij zit er al in op. Johnny Rep. Nu ik je toch spreek, ja. Was dat zo bedoeld? Ik deed het ontzettend goed, die bal. Je deed het ontzettend goed. En je kreeg hem op je kop, dat valt niet te ontkennen. Ik heb gewoon een boogje. Ja. Ik liet hem boven op mijn hoofd vallen, want ik was ontzettend hoog al de lucht in. Ja. Dus ik liet hem lekker op mijn hoofd vallen en dan ging hij zo. Ja, dat heb ik gezien, maar was het zo bedoeld? Ja, absoluut. Ja, anders had ik wel een knikje gegeven van die bal. Ja, ja. Maar nu liet ik hem lekker op mijn hoofd vallen. Dus nu werd het een mooi boogje zo in ja, je ja. Bewust. Oké, okay. Ik geloof je op je ja, woord. Nee, ik geloof je. Ja, tuurlijk. Maar, nee, ja. Maar soms ook dan denk je, ja, ze zeggen dat wel. Nee, ik dacht altijd een beetje lucky. Maar nee, was dit was echt bewust. Want ik kon het toch niet goed tikken. Dus ik liet hem op mijn hoofd vallen. Ja, ik weet niet wanneer die Champions League hymne erin gekomen is. Dat vindt men nu het allerontroerendste. Ik vind het wel wat hebben, die volkslied. Kijk, dat is Capello. Ja, ik zie het, ik zie het. Ze
È stata una sorpresa risentirlo e non me lo ricordavo. Adesso poi c'è l'inno della Champion, quindi non ci sono più queste cose. Devo dire che risentirlo è emozionante, perché l'inno di ogni nazione è qualcosa di molto importante, che ti fa pensare di rappresentare veramente il calcio italiano e il calcio olandese. Quindi c'è un'emozione forte. L'ho provata con la nazionale, ma provarla col club è molto più forte. Lei si ricorda ancora i giocatori dell'Ajax allora? Sì, quasi tutti, perché sono stati talmente forti e famosi per 3 anni di seguito. Questo è stato l'ultimo anno che hanno vinto. Dopodiché, quella partita. Ma Kroll, che è venuto a giocare al Napoli, Ulshoff, Neskens, Rep, purtroppo ci ha fatto il gol, tanti, ricordo quasi tutti. Avevate anche la sensazione che Ajax è un po' arrogante, nel senso che aveva già vinto 2 volte? No, non è che avevamo la sensazione, lo era. Che era una cosa molto diversa. Cioè erano arroganti con l'arbitro, erano arroganti di sicurezza, erano arroganti per tutto quello che facevano in campo, anche quasi non rispettosi. E nei confronti di voi? Nei confronti di tutti, sembravano i padroni del campo, padroni della partita, padroni dell'arbitro, padroni di tutti. Ed era una cosa non bellissima. Però erano padroni da 3 anni del campionato europeo, della Coppa dei Campioni, e lo facevano vedere, te lo facevano pesare. Direi che sotto un certo senso aveva una sacralità questa partita, questo muoversi. Spostavi con grandi difficoltà migliaia di persone da uno stato all'altro, e questa volta è capitato di andare a Belgrado. Hoeveel heb jij gespeeld dat jaar, Jan? Nauwelijks. Een stuk of 6 wedstrijden misschien. Misschien 7. Tweede jaar meer. Tweede jaar meer. En in de Europa Cup? 0. Hoe was het voor jou om naar Ajax toe te gaan in die tijd? Vanuit Anderlecht. Nou ja, dat wou ik graag, omdat Ajax had toen het beste team ter wereld. Ja. Of niet? Ja, toen de tijd zeker. Wereldkampioen van landenteams en dat totaalvoetbal. Ja, dat klopt. Daar wilde ik bij zijn. Ik kon toen ook naar Feyenoord. En op de een of andere manier trok Amsterdam en Ajax mij meer. Dat kwam door jou, Johnny. En door Johan. Dank je wel. En door Piet Keizer. Johan Neeskens niet te vergeten. Ja, nee, die moet je ook niet vergeten. Ariaan. Met jouw fitheid toen je kwam? Nou ja, ik had een keer iets opgelopen maanden daarvoor bij Anderlecht, een beetje overstrekt en een paar dagen last van dikke knie. En toen ik thuis was, was ik aan het balletje aan het overtrappen met Juri en ik overstrekte mijn knie. Toen ben ik naar Rolink gegaan in IJmuiden. Ja. We woonden hier. Ja, Muiden. En ik kwam binnen, toen liet hij me schilderijen van Jan Aaltink al zien. Het hele huis vol. Hij wist dat ik een beetje van kunst hield en zo. Dus na een half uur zei ik mijn knieën. Ik heb ik was zo gebeurd. En vanaf dat moment is die ellende begonnen. Van al mijn trainen. Ik had geopereerd moeten worden. En goed. Ajax' derde zegentocht door Europa begint in Sofia. Minutenlang wordt Ajax uitgefloten. Het wordt 0-1. Een prachtige voorzet van Cruijff zaait paniek en Zwart geeft het laatste tikje. De lege ploeg CSKA moet diep buigen. Let op Ajax' derde goal. Het wippertje van Cruijff is geniaal. De afronding is van Arie Haan. Zo. Wat een schitterend doelpunt. Prachtig. Daar gaat Neeskens door. En Cruijff. Cruijff een kans.
Hele goede kans, gaat scoren, ja! Met Johan. Wat een beauty, zeg. Buitenom. Binnendoor. Je kunt krijgen zoals het hebben wilt. Blankenboer. Blankenboer gaat door. Blankenboer geeft een kans. Hij scoort! Blankenboer 2-0. Zwart. Dat is goed. En nu is het geen buitenspel. En Cruijff kan doorgaan. Hij ontmoet maar één man als hij snel is. Daar is hij nu langs. Hij schiet en scoort. Ja. Kijk, die kon voetballen, zeg. Tuurlijk. Jongen, wat mooi. Tuurlijk, is fantastisch. Dat. Ja, jongen, was een geweldige voetballer. Ja, vind ik echt beeldschoon om te zien. Is het ook. Geen gram te veel zit eraan. Met man en macht verdedigen die Duitsers. Ajax blijft komen, schot van Schielke. En aan de bos, het is een goal. Ja. Schielke, weggekopt. En een schitterend ingeschoten het doelpunt. Och, Gerry. Dat, hier rechts. Oh ja, was zo links als de pest natuurlijk. Gerry was links. Ja, dit was een mooi doelpunt, zeg. Daar is de corner van Cruijff. Ga je eruit, dan zit er weer in. Harry Haan. Muren. En daar is de voorzitter. Uitstekend ingekopt, het doelpunt! Ja, Johan Cruijff, 4-0. Oh, kopbal. Johan Cruijff was ook wel een kopspecialist. Hij kon wel aardig Jawel, kopen. Jawel. Jezus, ja. Ja, prachtig hè, om terug te zien. Erg leuk. Toen moesten ze precies van camera wisselen. En toen kwam het niet goed over of zoiets. Ik weet het ook niet precies. Dat hebben ze nooit echt goed kunnen laten zien. Op dat moment van het doelpunt waren de cameramannen bezig met te verwisselen of zoiets. Was het ook nog met zijn rechterbeen? Dat weet ik nou niet. Want hij is links, hè? Dan weet ik niet of het met zijn rechter of zijn linker was. Beroemd was hij toen? Ja, best wel. Best wel, beroemd. Ja, en hoe was dat voor u? Nou, weet je, hij ging er zelf zo... voor hem was het gewoon de normaalste zaak van de wereld. Dus dan ben je zelf ook... Hij voetbalde, dat was zijn ding. Een ander staat in de bouw en hij was voetballer. Ik had die kromme benen van ons liever gekregen, zei hij, weet je, zo. En hoeveel merkte u ervan? Kwamen hier veel mensen voor handtekeningen? Of ja, wel mensen voor handtekeningen. Er kwamen ook bussen voor de deur die stopten. Waren een dagje voor Amsterdam geweest. Ik kwam even langs en dan wilden ze even handtekeningen. Nou ja, daar stond hij altijd erg open voor, altijd klaar voor alles. Ja, dat gebeurde zeker. Ja, en hoe zag zeg maar, het leven van een profvoetballer eruit begin jaren 70? Ja, daar ga je mee. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, veel weg, veel van huis. Want zeg, maandag ging je weg, donderdag terug voor de Europa Cup wedstrijd. En op zaterdag in het hotel slapen voor de wedstrijd van thuis, van de competitie. Dus het, zo zag het er wel uit, want wij konden bijvoorbeeld ook nooit naar feestjes. Bruiloften van familieleden, we gingen trouwen, of, daar konden wij nooit naartoe. Want om 10:00, dan moesten ze binnen zijn op zaterdagavond. Hè. Dat is ook echt waar, ja. Ja, en dat werd echt gecontroleerd? Ja, dat werd wel gecontroleerd. Dan kreeg je even een belletje of zo. Oh ja, en dan moesten ze, omdat ze op zondag moesten spelen? Ja, tuurlijk. Oh ja, jezus, joh. De vrouw van Kovacs was er ook nog hier. Erg leuk, ja. Ja. In klederdracht ook, mijn schoonmoeder en mijn eigen moeder. In Barry. Ja, gezellig met de receptie, ja. Ze kwamen allemaal wel, hè, de spelers. Dick van Dijk, Cruijff. Ik denk de hele team. Dus toen, nou, was erg leuk, Polonaise. En, super, ja.
Op een dinsdagmiddag was dat. 2 uur. Trouw in de kerk. Waarom op een dinsdagmiddag? Ja, dat komt. Op woensdag hadden de jongens vrij van de training. En dan konden ze wel eventjes bij ons op het feestje blijven tot laat in de avond. En anders mocht dat natuurlijk niet. Dus die dag had Ajax voor ons besloten, totdat een mooi datum was, om te trouwen. Dinsdagmiddag. Dus Ajax bepaalde dat? Ja, die zei, dan ga je datums na. En die zei gewoon, komt mooi uit. Op een dinsdag. En woensdag vrij. Dus de jongens konden allemaal eventjes op het feestje aanwezig zijn hier in Hotel Spaander. Hele witte trap, alleen Keizer voor. En hier krijgt hij zijn kans door verkeerd terugspelen. Wordt het een goal? Ja, wordt een goal. Kijk, dit was na die 0-1 afgelopen, toch? Ja, tuurlijk. Ja, tegen Bayern, was natuurlijk toen al een superclub. Ja, speelde Beckenbauer daarin dus ook. Ja, Müller. Ja, het was hetzelfde als in de finale van de WK. Ja. Die zaten er allemaal in. Sterke concentratie op het gezicht van Stuy en de zijnen. En het is een goal. Het is een goal uit die corner die door 1 of 2 Ayacide werd gemist. En door Gert Müller is in... Ik weet nog wel dat ik die wedstrijd toen gezien. Dat was een soort verplicht nummer. Hey. Dat ga ik zeggen tegen hem, hoor. Ja, dat moet je... Echt? Dat gaat niet. Ja. Wat zei die altijd? 3 Europa Cups, geen één foutje. 0-0. Ja. 0. Ja. Ja, in de finale dan, hè? Aan. Hier langs 2 man, wat erg veel is. Maar hij komt ver, hij komt heel ver. En nog voorgetrokken, Keizer laat hem lopen. Maar voor wie? Voor Arnold Muren. En nu is er wat ruimte voor de Duitsers. 4 verdedigers, 4 aanvallers. Müller die de bal krijgt. Ik dacht in buitenspelpositie. Hoe dan ook, hij scoort. En wat doet de scheidsrechter? De scheidsrechter kent de goal toe. Het was toch wel sfeer daar. Zo, hè? Geweldig. Ondanks die sintelbaan of die atletiek. Ja. Een geweldige sfeer altijd. Ja. Echt Europa Cup. Klopt. Hè? Maar die sintelbaan heb ik nooit leuk gevonden. Nee, maar ja, als je... Ja, die waren er naar mij, man, dus... Ja. Keizer. Cruijff is in goede positie, zo te zien. Maar hij blijft de voorzet. Keizer gaat buitenop, een schitterende schijnbeweging. Nu moet hij trekken, hij schiet! Magnifieke manoeuvre van Piet Keizer. Krol. Waar blijft het schot? Hulshoff op de lat! Op de lat! Avondschot van Hulshoff. De 20e vrije trap voor Ajax. 13 voor Real Madrid. Gekopt Arie Haan. Hulshoff! Ja, hij zit erin! Barry Hulshoff! Dat was toch leuk. Barry Hulshoff, die heb ik nou al heel vaak in al deze beelden op dat doel zien knallen. En ja, mee kop naar hem toe, hè? Dat zag je niet, hè? Ja. Dat zag je niet. Gaf jij de assist? Ik gaf die kopbal, ja. Nee, maar ik ga hem zeggen, ik zie dat Ake nooit doen. Of Timber. Ake? Zo. Hartstikke goed. No. Maar dit was aanvallend. Ja. Zoals jullie speelden. Ja. Yeah.
Ajax op 2-0. Een vrije schop van Amancio. En ingeschoten en een goal! Jongens, jongens. Kijk maar, als je 50 jaar geleden zegt. Het voelt ook aan nou, als gisteren, weet je wel. Dat is een vreemd fenomeen. Een halve eeuw, zeg. Het is een halve eeuw, zeg. En ze hadden al... Ja, dat snap ik niet eens. Maar ik vind ook... Ik kijk daar nu ook naar met een ander gevoel dan alleen voetbaltechnisch of zoiets. Piet Keizer, Johan Cruijff, Barry Hulshoff, Gerry Muren, die zijn er niet meer. Ja. Dat zie ik niet voortdurend, maar een klein beetje wel. Ja, ik ook. En, dat is, hoe is, en die flitsen daar over dat veld. Ja, dat is zwaar. Lars Velasquez. Zocco durft er niet helemaal in te gaan. Wacht, gaat er nu in, wordt gepasseerd. Goal, moet nu hevig trekken, doet dat, weggekomen. Op te vangen Gerry Muren, schuiven, goal! Ja! Een doelpunt, Gerry Muren. Als je vraagt hoeveel werd gescoord in die wedstrijd met dat balletje ooghouden, dan weet niemand dat. Ze had met 1-0 gewonnen, maar wie of er nou gescoord had, dat wisten ze nooit. En dan blijkt dus dat hij dat was. Maar dat balletje dat had zo'n impact dat ze verhaat dat hij ook dat doelpunt had gescoord. Dus dat was erg grappig. Zie je, Gerry? Hoppa! Ja. Okay. Ik weet nog dat ik zat toen... Piet Keizer deed ook niet mee. En wij zaten naast elkaar op de tribune... boven Gerry, toen hij dat deed. Yeah. En die Spanjaarden, die vonden dat niet eens beledigend of zo... om ons heen. Hè. Die zeiden, ja, dit is Ajax. hou maar op. Weet je wel. Maar eindeloos mooi moment. Ik dacht echt dat het spel dood lag. En dan bleek het helemaal niet zo te zijn. Hij kreeg een bal van Wim Zuurbier. En hij moest een balletje bij hem houden... omdat hij Ruud Krol in zijn ooghoek aan zag komen. En dat balletje moest hij bij hem houden tot hij het af kon geven. Dus het had een doel. Het was niet zo dat hij... tot een soort van kleineren was van die grote Real Madrid. Dat was het niet. Want dat dachten mensen ook nog, ja, wat doet hij nou, weet je? Maar het had een doel. Gerry Muren was een fantastische voetballer, echt een teamspeler. Technisch goed. Ja, technisch erg. Ja. Nou. Absoluut. Hij kon werken als een paard. Hij kon lopen, hè? Jazeker, dat bleef. Ja. Nou ja, wij liepen dan op het Amsterdamse Bos. En dan gingen we in een busje van onze auto's terug naar het stadion. En dan stapte hij niet in zijn auto, maar hij liep dan nog naar Volendam. Dit is voor het eerst dat ik dat van Jan hoor. Ja, zeker is dat wel. Nou, een kilometertje of 20. Oh nee. Ja. Nee, ja, 20. Oh, zeker. Maar goed, we hadden toen een hele zware training achter de rug. Maar Gerrit Muren als speler, ja, tegenwoordig zeggen ze daarvan... hij is comfortabel aan de bal. Ja, weet je wel, geweldige technicus. Ja, dat zie je al, dat hij in mijn oog houdt. Zo, ja. Even tussendoor. En rust. Hij verloor nooit een bal. Ja, Gerrit. Daar hebben we ook nog een Dat geeft niet, dan kan ik niet bij iedereen mijn auto. Ah, maar hier.
helemaal oké. Ja, en maar kun je misschien de muziek iets harder zetten? Dat we het ritme beter kunnen bijhouden. De muziek is harder, ja. Ik geef je iets mee decor zo. Ja. Wat verwachten we is nu zeker. Zingen, dat ze konden voetballen, maar zingen, ja, dat het liep goed, leuk. Juve, 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 Juve. Dimmi una cosa, che sarà il risultato? 2-0, 2-0. 2-1 per la Juventus. 2-1. 2-0. Se ci date che siamo più forti. Se ci date Cruyff, 0. Beh, tifosi sempre sperano la vittoria, come chi gioca. Però conoscendo la capacità di questa... È stata l'unica squadra che ci ha messo veramente in difficoltà, che non ci ha fatto giocare. Per quello dicevo che c'era questa forza, questa arroganza, questa sicurezza da parte dell'Ajax di essere quasi imbattibile. Zie die jongens van Juve nog aankomen. Die keken tegen Ajax op. Ja. Tegen Cruijff, Barry, Hulshof. Ja. Ja, Blankenburg. Barry was ongeveer de grootste angst voor die Nou, nee, serieus. Ja, ik heb er een paar keer gezien. Ja, Ajax. Het was jammer dat Ajax niet in het gewone shirt speelde, vond ik. Nee. Maar ja, voor die wedstrijd stond het al 1-0. Cruijff, Nuren. Nummer 2 is Marchetti, Italiaan. Kijk, daar gaan we. Maar sai, non è il timore. Il timore non esiste. C'è rispetto, c'è l'attenzione di poter giocare la partita e fare le cose fatte bene, le cose che hai preparato, studiate, vedere come puoi creare le difficoltà. La difficoltà era proprio vedere durante la partita che non creavi difficoltà. E questo è un po' demoralizzante durante una gara, capire che non riesci a creare la difficoltà che normalmente creavi le altre squadre. Quindi era un po' inerme, è difficile da reagire. Cappello. Bettega. Kijk eens. Kijk eens, verdedigen. Jij bent een werkertje. Hij zegt dat hij nooit verdedigt. Nee, dat dan wel zeg. Degene in de gooi en vrij. Bal moet worden overgenomen. Opnieuw Cruijff. Langs de man. Langs de tweede man. Zal nu gaan trekken met de linkervoet. Daar is die bal. Wat tegen de paal. Ja. Die terugkwam op de paal. Maar Cruijff is dat een giocatore di un altro livello. È stato un grandissimo, grandissimo giocatore, qualità impressionante, tecnica, visione di gioco, perché quando voleva era egoista e quando invece poteva passare la palla era altruista. E quindi un giocatore difficile da marcare, soprattutto il cambio di ritmo. Devo dire che Cruyff nell'uno contro uno è rimarcabile, perché andava via sia a destra che a sinistra, aveva questa capacità di fermarsi e ripartire, di cambiare ritmo. Ed è stato uno dei grandi, credo in quel periodo, in assoluto uno dei più grandi. Blankenburg. Heeskens. Op links is Gerry Muren, op links is ook Blankenburg. Heeskens. Ja, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Let op, jongens, daar komt hij hoor. En daar is de kopbal, je ziet er al niet op. Ik heb inderdaad naar de richting hoe je kopt. Het zou kunnen dat je dat zo, precies zo bedoeld hebt. Ja, echt? Kijk, ik ga nog achteruit, want anders komt hij helemaal te hoog. Nou, het is niet helemaal zeker, maar ja, ging er wel in. Ja, zeker. Un colpo di testa senza forza. Sì, ha fatto un po'.
E difatti qualcuno ha parlato di Zoff che poteva... quella palla non si prendono, non c'è niente a fare. Eccolo qua. Dat was de dood voor die wedstrijd. Want... 5 minuten, man. Ja. Echt. Dat is gelijk waardeloos. Want ik vond dan dat Ajax daar iets meer aan had moeten doen. Ja, zeker. Maar eigenlijk, Juventus ook. Ja. Ik bedoel, die konden ook niks of wilden het niet echt helemaal, durfden niet. Gaf je iemand een schop? Nee, ik gaf hem een hand. Oh. Ik kreeg een hand terug. Hij was niet zo boos. Neskens. Sì, è venuto Neskens sempre su di me. Era più lei che correva lui o al contrario? Tutti e due. Quando avevo la palla io, lui. E quando avevo la palla lui, io. Kijk, daar gaat hij. Hoppa. Nou. Ja? Net niet. Hoi. Maar weer verdedigend. Ja. Jij was een werkertje. Of ik een werker was, Jezus. Werk maar de kleren. Er zat wel meer intensiteit in dan ik dacht. Ja. Want het is niet echt heel amlendig voetbal. Hij krijgt even schop van zijn poten. Oh. Dat die bal er niet in gaat, zeg. Deze. Kijk eens. Ja, hij krijgt hem hier op zijn. Ja, maar bedoel, is dat vlak bij het doel? Ja, maar daar weer nog. Hij kan geen kant op. Die bal gaat de pijn in. Dat had 2-0 kunnen zijn. Loco Buco. En de blessure van Johnny Rep. Johnny Rep die daar gepakt werd. En nu wordt de Comedio dell'arte opgevoerd. Ja, was dat zo? Stelde hij je aan, ja. Jij? Nou, nee, want hij kreeg wel een schop. Ja, hij kreeg wel een schop. En dan valt er in de eerste helft althans niet meer te voetballen. Non avevo mai pensato che ci facessero gol di testa. mai pensato, proprio. Invece abbiamo subito proprio un gol di testa. Come pensavamo di poter battere, niente, con l'umiltà, con l'attenzione tattica. Però questo fatto, come ho detto prima, della pressione, del fuorigioco che venivano e che non c'era ancora, non si era capito come fare, ci ha messo in difficoltà. Nu gaat Juventus aftrappen. Oeh, dat is neerleggen. Ja, dat is uit het neerleggen. Ja, ik kreeg hem terug. Dit was ook geel. Dit was toch geel? Ja. Nou, als ze maar schopten, dan... dan kregen ze even later een elleboog in een... op een kinnetje. Het is merkwaardig of dat nou een gebrek aan concentratie is bij Ajax. Je kunt toch niet aannemen dat een ploeg die pas op 1-0 staat, nu al zo volledig overtuigd is dat er niks meer aan de hand is. Maar ik vind dit niet zo saai als toen ik het live zag. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar Ajax blijft weigeren om tempo te maken. Wat jammer is voor het kijkspel. Cruijff. Rep.
net iets te kort. Arie Haan kwam net iets te kort om die voorzet van Rep in te koppen. Daar gaat Arie Haan weer door het misverstand en hij krijgt een vrije kans. Schiet, Rep misschien. Zeg, hij. Godverdorie. Je was er wel bij, dat is wel. In eerste instantie. De scheidsrechter wil de bal in ontvangst nemen. Doet dat en dat betekent dat de partij ten einde is. Ajax heeft gewonnen. Ajax heeft met 1-0 gewonnen. En dat betekent dat de trilogie voltooid is. Dit is Johnny Rep met Jan Mulder. Daar even links in uw beeld. Nee, met Jan, ik sta hier met Jan. Wat leuk, man. Wat een leuke jongens daar. Ja. Vind ik echt. Vind je niet? Jawel. Dat is de kunst. Johan Cruijff tilt hem omhoog. Toont hem aan het publiek. Dit is toch een zeer groot moment. Ja, dat was wel leuk. Ja, gewoon wel leuk. Het was leuk. We hebben met die beker rondom het veld gelopen of op de Sintelbaan. Het was geen euforisch gedoe. En s'avonds zijn we lekker op stap geweest. Devo dire che la cosa più brutta che mi è rimasta nella testa, proprio di più arrogante che ho visto nella mia carriera di calciatore allenatore e che mi ha fatto più male, che mi è rimasta dentro. Avevamo i due pullman parcheggiati uno a fianco all'altro, fuori dallo stadio, nel posto adibito ai pullman. E quando sono arrivato, noi eravamo già sul pullman, stavamo arrivando sul pullman, loro stavano arrivando, i giocatori dell'Ajax stavano arrivando sul pullman, sono arrivati con questa coppa, sono arrivati lì e l'hanno tirata così, come dire. Pff, un'altra. Un'altra. Ecco, proprio così, un'altra. Ecco, questo è stato proprio il, siccome noi eravamo attaccati, abbiamo visto proprio un gesto di arroganza totale. Het was ook zo, dat was de derde in de rij. Ik bedoel, het Amsterdam vond het niet eens meer nodig om een huldiging te doen. Nee, we hebben bijna niks gedaan. Guarda che posso raccontare, è successo anche a me dopo che ho battuto il coso Milan, che ho vinto la Champions contro il Barcellona. Uh-huh. Battendo Barcellona di Cruyff, a proposito, 4-0. Siamo atterrati a Malpensa. Ci saranno state 200 persone ad aspettarci. Perché erano abituati a vincere le Champions, e quindi era una cosa normale. Nessuno, nessuna festa, nessun giro per il campo, niente. Ogni volta che si vince ci deve essere una festa. Se poi vincere diventa un'abitudine, una consuetudine e tu non festeggi nella giusta maniera, vuol dire che non hai capito il valore della vittoria e il valore di quello che hai fatto. Wij zaten in een Lutte, een trainingskamp. Oh ja. En toen eiste Piet een stemming. Ja. En toen werd hij aanvoerder. En toen werd Henk Cruijff, die ging s'avonds naar de telefoon. Die zei tegen Koster, bel Barcelona maar op. Ja, dat klopt. Hoe ging die stemming precies? Ja, nou ja, ik bedoel, maar ik wil... Ja, die stemming was ongeveer de helft. En nou, ik stemde voor Cruijff, en ik bedoel, terwijl ik Piet Keijzer een bij wijze van spreken een betere aanvoerder vond. Maar laat dat dan maar zo, wat maakt het uit? Ja, ik zal weet je niet vragen voor wie jij stemde? Jawel. Piet. Ik stemde voor Piet. Ja. Want ik weet hoe van die armpies allemaal. Dus laat Piet maar lekker aanvoerder zijn. Ja. Piet kreeg 1 of 2 meer. Ja. Maar ik vond dat geforceerd. Ja, ja, dat en moet dat brak dat elftal in tweeën. Mijn mannetje. Ja, heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Trots bent u, ik was heel trots en erg vereerd dat ik hoorde dat ze een beeld van hem wilden maken.
hij staat hier op een mooie plek. Want hij had toch wat voor de jeugd willen betekenen als hij klaar was met zijn werk. Nou, dat heeft hij dus niet gehaald. Dus hij staat nou wel bij de jeugd waarop hij... Wat of hij, ja, die wilde training gaan geven als hij klaar was met zijn werk. Zijn linkerbeen, om dat balletje wat hij oog hield daar, dat vond ik het mooiste. Hoe vaak denkt u nog aan dat moment? Dat moment? Nou, er gaat geen dag voorbij dat ik daar niet aan denk. Dat is echt zo. Ja? Ja, ja, ja. Want hij is er wordt elke dag over gesproken. Hè. Bij mij thuis ook, overal, iedereen, elke dag. Dus hij is er niet meer, maar hij is er wel. De scheidsrechter heeft nog fluit en wil de bal hebben. En het is gebeurd. En het zie je hoe het gelukkig gaat, Jan. Hoogtepunt, blij als een kind. Als je dus weet wat het voor moeite gekost heeft, dan ben je er blij mee, ja. Een grandioos, een zeer grandioos succes. Ik voel me heerlijk op het ogenblik. Een geweldig team, zo. En daar klinkt het fluitsignaal en Ajax heeft Europa Cup voor de tweede maal. Het laatste voetbalden we zo makkelijk, dat wij er makkelijk nog een half uurtje door kunnen gaan. Aanvoerder Piet Keizer, voor hem ook een grandioos moment. En twee maanden achter elkaar door dit Ajax gewonnen. Een Ajax dat dit seizoen nog sterker is dan het vorige. Maar dat bewees ook wel de superioriteit van Ajax. Ajax heeft gewonnen en dat betekent dat de trilogie voltooid is. Dat Ajax drie maal achtereen de Europa Cup heeft gewonnen. De buiten is dus binnen. Dat is de kust. Johan Cruijff tilt hem omhoog. Toont hem aan het publiek. Dit is toch een zeer groot moment. Het is fantastisch. Ja. Het is een enorme trip. Met drie keer winnen achter elkaar is natuurlijk wel speciaal. Maar ook het feit dat dat misschien nooit meer gebeurt. Ajax heeft ook altijd zo'n naam als een instituut en een grote club. Dus ik vond het vooral een hele fijne club, gezellig. De Amsterdamse gezelligheid. En we gingen nog wel eens naar het Leidseplein zo met z'n allen. Ja, het Leidseplein. Gezellig. Ja. Ja, dit had ik al even kunnen dromen. Het is geweldig. Schitterend moment voor Ajax, schitterend moment ook voor de totaliteit van het Nederlandse topvoetbal dat de laatste jaren ongeëvenaarde successen behaalt. Als we allemaal oud in de dagen zat zijn, zullen we er zeker nog met jaloezie aan terugdenken. Want blijven zoals het nu is, dat lijkt een onmogelijkheid.